Goedemorgen. Goedemorgen in de Creëer Jouw Live Facebookgroep. Het is woensdag 11 uur. En ik probeer elke woensdag om 11 uur online te komen. Volgende week weet ik al dat het niet gaat lukken op woensdag. Dus dan doe ik een Facebook Live in deze groep op dinsdag 2 uur. Ik weet nog niet welke thema. En vandaag gaat het over jouw standpunt, creëert jouw werkelijkheid ook met jouw lichaam. En dat is... Hoi Debbie en Maasje, hey! dat is een thema die deze week is ontstaan na een gesprek die ik had met een kennis in Tsjechië. En ik merk dat heel veel mensen buiten Access enorm veel moeite hebben met deze situatie en met hun weg te vinden in deze situatie. En het is verbazingwekkend om te observeren hoe groot verschil het maakt om deze tools te hebben, om de tools van Access Consciousness te hebben. Licht en zwaar, is het van mij? Wat is waar voor mij hier? Hoe anders ervaart iemand werkelijkheid daarzonder? Ik had gisteren nog een van mijn klasgenoten uit universiteit gesproken. Mensen zijn zo in de war als het licht is, is het waar voor jou? Als het zwaar is, is het leugen niet kennen? Dan weten ze gewoon helemaal niet wat zij moeten kiezen als een standpunt. En ze raken helemaal overweldigd van de ideeën die hen gepresenteerd worden. En ze weten niet meer welke kant op ze moeten kijken, wat ze moeten geloven. Degenen die niet snappen dat ze kunnen weten, zoeken altijd naar iets wat ze kunnen geloven. En dan ben je jezelf al volledig kwijt. En het was heel verbazingwekkend voor mij om te kijken hoe intelligente mensen van mijn leeftijd of jongeren reageren op deze situatie als ze niet in contact zijn met zichzelf, als ze totaal niet in contact zijn met hun eigen lichaam en enkel proberen met hun hoofd te begrijpen wat er aan de hand is. Dus het is heel gecompliceerd en heel frustrerend. En het leidt tot een bepaalde soort van, hoe ik het het beste kan omschrijven bij deze mannen waar ik mee in contact was, vanwege mijn creatie die er in Tsjechië gaande is, is een soort van in slaap vallen of een soort van slaap aan het slaaplopen of zo. Totaal geen verbinding meer met de mogelijkheden. Totaal geen verbinding meer met de toekomst die gecreëerd kan worden. Met de vermogen om te creëren en om dingen te kiezen. Dus daarom was ik gekozen voor deze topic. En ik heb hem ook in Tsjechië gefaciliteerd. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen met betrekking tot dit. Want ik merk dat de situatie ook heel anders is voor hier en daar. Dus we kunnen ook heel andere dingen bekijken. En misschien heb je dit al lang geleden gehoord. Ik heb dit al 9 jaar geleden waarschijnlijk gehoord. Jouw standpunt creëert jouw werkelijkheid. Jouw werkelijkheid creëert niet jouw standpunt. Vroeger was de video voor de Bars Class vrij simpel en ook korter. En Gary en Dane... hadden ook niet van die hele felle kleuren shirts. En ze waren veel meer to the topic aan het praten en die barspunten aan het nalopen. En aan het eind van dit video zegt Gary deze zin. En ik heb het onthouden, maar ik kon het niet direct plaatsen. Jouw standpunt creëert jouw werkelijkheid. Werkelijkheid creëert niet jouw standpunt. En ik zat het te bekijken vanuit verschillende perspectieven. En ik zat verschillende standpunten uit te proberen. En kijken wat er gaat gebeuren. En het duurde wel even voordat ik helemaal doorhad wat hij eigenlijk daarmee bedoelt. En het is op een andere manier uitgedrukt waar wij dat in Access heel vaak al over hebben. Als je niet in de vraag bent
En je zit ergens in een polariteit, kan niks anders in jouw werkelijkheid verschijnen. Krijg je geen andere mogelijkheden aangeboden en daar waar je ze aangeboden krijgt, kan je ze niet zien en kan je ze dus ook niet kiezen. Dit geldt natuurlijk voor alles, voor elke gedachte, elke emotie. Elk gevoel die we waarnemen. Maar het geldt ook natuurlijk met de standpunten die wij hebben met ons lichaam. Ik geef vaak als een voorbeeld op mijn verschillende online evenementen of classes. Toen ik nog in Tsjechië woonde en in een bouwkunde, in een bedrijf werkte waar ze ziekenhuizen, gevangenissen en grote winkelcentra aan het tekenen waren. En ik werkte daar als een bouwkunde-ingenieur. Ik was zo ongelukkig en mijn lichaam gaf aan dat ik daar niks te zoeken heb, dat ik gewoon iets anders moet gaan doen, dat ik daar nooit blij word. Maar ik had niet door dat mijn lichaam is die met mij aan het praten is. Ik dacht eigenlijk dat ik hield niet van dat werk. Het maakte mij niet blij, zoals ik niet blij word als ik Access Class faciliteer. Maar ik had het totaal niet helder waarom ik zo moe en zo gefrustreerd en zo lage energie heb. En wat ik weet is, als je lang genoeg denkt, soort van, oh, dit is echt stom, is dit mijn leven, ah, ik heb hier geen zin in. Als je dit lang genoeg denkt, dan creëer jouw lichaam natuurlijk een mogelijkheid tot een uitweg. En dat. Ik werkte daar maar 1,5 jaar en later zat ik al andere mogelijkheden te proberen te vinden of richtte me eigenlijk al op iets anders. En toen veranderde ook weer mijn manier van leven te zien. Maar hoeveel mensen zitten ook in deze situatie met een standpunt van hey, als het zo gaat, ik wil niet. Ik heb hier geen zin in. Dit is niet iets wat ik aan kan. Dit is niet iets wat mij. Ja, het is zo zwaar als ik daar alleen over praat. En dat is natuurlijk ook wat wij creëren met ons lichaam. Want ons lichaam luistert naar wat we zeggen, ziet wat wij schrijven en zeker ook waarneemt wat wij denken. En voor ons lichaam is dat eigenlijk een duidelijke bevel van wat het ons zal laten zien. Dus om te denken dat deze situatie heel gevaarlijk is, is niet per se de lichtste manier van je werkelijkheid te creëren. En dat is wat ik van een van die mannen had gehoord. Dat het wel, ja, het is een redelijk. Een gevaarlijke situatie en hij vergelijkt het ook met Russische roulette. Dat je gewoon zo lang mensen blijft zien als je dat krijgt en dat daaraan overlijdt. En dus er is een voorzichtigheid nodig. En dat van een man van 45 die kinderen heeft, wat moeten die kinderen dan creëren als een standpunt over deze werkelijkheid, over hun mogelijkheden met hun lichaam, over vertrouwen in hun lichaam enzovoort. Ik vond het heel leerzaam om met iemand buiten Access die ik op zich goed ken, dit soort gesprek uit te wisselen. Ik ga eerst kijken naar wat jullie zeggen. Debbie schrijft heerlijk van een bouwkunde-ingenieur naar een bouwkunde-ingenieur, lichaamsexpert. Grappig. Dat kan wel zeker gebruikt worden ergens. Maar dit is dus iets wat mij. Wat mij boeit, er zijn natuurlijk een heleboel beroepen die elke dag. Mensen zien, stel dat zo'n kapster een maatje schrijft dat ze naar de kapper is en ik ga morgenochtend eindelijk weer, heb ik afspraak. Maar stel dat een kapster zo'n standpunt heeft dat het gevaarlijk is om mensen te zien, dan creëert ze wel heel snel een gezondheidsprobleem.
Dat is wat ons lichaam bewustig gaat natuurlijk onze standpunt daarover. Als ik elke dag zal denken, Jezus, wat ben ik toch dik? Dat is ook niet leuk hoe dit eruit ziet. Ja, dan laat mijn lichaam meer van dat zien. Als ik elke dag zal denken, lichaam, ik ben zo dankbaar voor jou. Jij bent echt zo tof bezig met hoe lauw ik ben. Jij bent geweldig. Dan produceert mijn lichaam heel andere structuur en heel andere energie. En energie is natuurlijk eerst en daarna vertaalt het in een structuur. Dus op wat voor manier kunnen we een gesprek aangaan met ons lichaam? En ook op welke manier kunnen we onze werkelijkheid creëren vanuit de standpunten die we aannemen? En natuurlijk kunnen we altijd in de vraag blijven. Maar als je al zoekt in al de informatie die er beschikbaar is, eigenlijk kijk ik niet meer naar die officiële bronnen van informatie in deze tijd, heeft het totaal geen nut. Eergisteren had ik een video gepost van Tsjechische artsen die samenkomen voor vrijheid en voor meer informatie en voor informatie die klopt in dit gedoe. En dat was een video die ze hebben gemaakt voor het Tsjechische parlement. Want er is een wet in Tsjechië dat de mensen van buiten niet vanwege de pandemie niet het parlement in mogen komen om daar te spreken. Dus ze hebben dat op een video gedaan. Ze hebben een hele slideshow gemaakt. En dat werd op YouTube gezet. Het was binnen één dag was het weg door YouTube verwijderd. Dat waren artsen. Dat waren artsen. En er stond een petitie aan vast, ondertekend door 70.000 Tsjechische burgers. En dat verdween gewoon. Dat was iets wat wat dus gisteren in een parlement besproken zou worden. En ik ga vandaag kijken of ik daar meer informatie over kan vinden. Later verscheen dat filmpje op een Vimeo. Maar het is niet makkelijk om aan verschillende informatie te komen. En heel veel stemmen worden meteen verwijderd of meteen belachelijk gemaakt of meteen gecensuurd. En dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Maar ik gebruik altijd gewoon dat tool van is dit licht voor mij? Creëert dit meer ruimte? En vaak als ik naar een filmpje luister of als ik iets lees, is deel daarvan licht en expansief en deel klopt niet voor mij, of is niet een bijdrage in ieder geval voor mij om op zo'n manier dat informatie over te nemen. Dus het is nooit over blind geloven in iets. Maar wat weten wij? Wat weten wij hierover? En wat is een bijdrage om te weten? Het is altijd bijdrage om te weten, niet om niet te weten. En er is informatie zat, en zeker voor ons hier in Nederland. Het is ook zo'n voordeel dat iedereen Engels spreekt. Je kan zoveel verschillende dingen vinden die mij in ieder geval licht en ruimte geven. Ik heb ook een blog gepost met betrekking tot lichamen. Dat ging over verwennerij. Dat was een nieuwe voor deze week op mijn website in het Nederlands. En dat is ook een soort van standpunt die wij kunnen innemen met ons lichaam. Hey, lichaam, hoe kan ik voor je, op welke manier kan ik voor je zorgen vandaag? Hoe kan ik je verwennen? Ik hoorde net een kleine vogeltjes, er vlogen hier drie. En dat vindt mijn lichaam altijd geweldig als ik van die kleintjes hoor zingen. Dit is een van de manieren waarop we dat kunnen doen. Een verbinding maken met natuur, een wandelingetje maken of te observeren wat er buiten gebeurt. En er zijn natuurlijk een heleboel verschillende. Hoeveel van ons zitten zoveel in ons hoofd dat wij dat totaal niet, dat wij daar
of niet totaal niet, maar heel weinig aandacht aan geven. En hoe zou dat zijn als we nu juist dat het voorjaar is, veel meer verbinden met deze energie? Ik merk dat er over, ik weet niet hoe ik het al moet drukken, dat er over alles misschien een bepaalde grijze, vieze laag van leugens en nog wat hangt. Dat wij nee, de werkelijkheid zien door filters van zoveel mensen om ons heen die kijken ja, door de muur eigenlijk, of door de hele dikke filter van de leugens die er al zo lang voorgesteld, die we al zo lang naar binnen krijgen. En dat is ook niet van ons. Dus wat als dat, en als ik in het natuur ben, en dat is meestal gewoon hier in het park aan het lopen, dan zie ik dat dat een leugen is. Heel vaak als we gewoon alleen kijken met ons gewaarzijn, dan nemen we dat ook waar en lijkt het erop net alsof dat echt is. Het is niet echt, het is niet iets wat van ons is, maar dat is gewoon iets wat heel veel mensen echt maken door te geloven wat ze horen, wat ze zien. Debbie heeft de blog gedeeld en de blog gaat over ja, kies gewoon wat lekker is, kies gewoon wat jij fijn vindt en wat als dat anders is voor jou dan voor de buren. Ja, dus dat. Ik zie niet per se vragen vandaag. Ik ga vandaag wel kijken naar het thema van de volgende week. Ik weet niet of het al meteen vandaag komt. In ieder geval ben ik zelf op het moment bezig met een foundation op te zetten van 25 deelnemers in Tsjechië die volgende week gebeurt, wat natuurlijk waanzinnig is in deze tijd. En er zijn zoveel mensen die juist niet voor meer kiezen, voor meer weten kiezen, voor meer creatie kiezen, voor meer mogelijkheden kiezen. En dat is iets wat mij inspireert. Dat is iets wat mij ruimte geeft en wat mij heel blij maakt dat ik daaraan bij kan dragen. Ik heb een boeklaunch en daarna een foundation class. En daarna ben ik weer terug hier in Nederland voor de driedaagse bodyclass later in april. Nog voordat ik ga, geef ik de volgende 10 € call over helderheid. Wat natuurlijk die gesprekken van deze week en van vorige week zijn al deze thema die open gaat en die zichzelf aan het voorbereiden is. Als ik zie hoe onheldere mensen, veel mensen om ons heen staan op dit moment in hun leven. En vroeger leken ze heel intelligent en slim en geestig. En je ziet altijd wie is. Als dingen moeilijk worden, als dingen lastig worden, als dingen intens worden, dan leer je te kennen met wie je te maken hebt. En dat is niet, ik bedoel het niet als een oordeel, ik bedoel het als een informatie. Kan je op zo'n persoon rekenen als je advies zoekt? Kan je op zo'n persoon rekenen als je in de problemen zit? Gaat zo iemand jou meer ruimte geven of krijg je dat juist benauwd? Ik heb vanochtend een stukje geschreven, ik weet niet wat ik ermee moet, maar dat kwam in mij op. Nederigheid is zeker op zijn plek. Voor de onmetelijkheid van het universum, de potentie van de menselijke geest, de schoonheid van de natuur, de kracht van een oceaan, het talent van een kunstenaar, het inzicht van een uitvinder, veel andere mooie, magische, verbazingwekkende dingen. Nederigheid ten opzichte van menselijke domheid en hebzucht is naar mijn mening beschamend. En dat is iets wat ik vanochtend kwam het in mij op. Want heel veel mensen worden niet klein en zitten te wachten. En zitten te wachten dat er verlossing komt. Of dat iemand ze komt redden.
Wij kunnen enkel onszelf redden door meer helder in ons leven te komen staan. Door te willen weten. Door te stoppen met niet willen weten. En het is niet moeilijk, het is niet lastig. Het eist om communicatie open te maken met ons lichaam en met onszelf. En communicatie met onszelf is eigenlijk iets wat, wat helderheid heet. Communicatie met onszelf is jezelf erkennen en weten dat wat jij weet klopt voor jou. En dat je dat ook mag weten. En dat niemand dat van je mag afnemen. Dat het niet eens kan. Dus dat. Ik zit nog snel te kijken. Er staan allerlei linkjes. Er staan allerlei linkjes naar de call van de helderheid. Die is, geloof ik, 7 april. Geen idee welke dag het is. Maar dat kan ik wel snel. Volgens mij woensdag. Ja, dus volgende week woensdag volgende 10 € call. En later in de maand hebben we nog. Hebben we 3-daagse bodyclass, maar ik kom volgende week dinsdag ook nog live met weer een nieuw thema. Ik kijk er naar uit. Hoop dat dit een bijdrage was voor jullie of jullie lichaam of misschien iemand anders die je kent. Ik post hem straks ook weer op de YouTube. Hele fijne dag verder. Doeg! En dank Debbie en Maartje.